Waarvan, Terrence Congolo, heb jij het meest genoten vanmiddag? Van vooral doelpunten en dat we goed aan het voetballen waren. En verdedigend stonden we ook goed. Direct druk op de bank. Ik denk toch wel dat we als team goed hebben gedaan. Als je praat over lekker voetballen, ik zie ineens een beweging van jou vormen. Een beetje in de as van het veld, vlak voor de middenlijn geloof ik. Lichaamsschijnbeweging en twee man kwijt. Ja. Dat zit ook in me. Een beetje technisch en zo. Maar ja, hoort daarbij, hè. Ja. Verdedigen. Is het ook lekker voor jou? En de vraag stellen ze en beantwoorden, maar ik wil je mening erover weten. Hoe komt het dan dat jullie, ondanks die slechte start, wisselvallige start, nu gewoon de minst gepasseerde verdediging van de Eredivisie hebben? Ik denk toch wel dat we vaak met elkaar bezig zijn om achterin dicht te houden en aangesloten te staan. Ja, we zijn er vaak mee bezig en je ziet dat het wat oplevert. Ja, en jullie durven ook vandaag weer, hè, laat het tegenstander misschien ook doen, maar je moet het wel zelf doen, lekker naar voren te voetballen met elkaar, hè? Ja, tuurlijk, want ik vind dat we wel veel snelheid hebben. Dus ja, ik denk dat we toch wel hoog kunnen staan. Het is toch wel goed voor het team dat we door kunnen stappen. Dacht je vanmiddag bij rust van het had meer dan 1-0 moeten zijn? Dan hadden we al klaar geweest met dit duel eigenlijk. Ja, er waren een paar kansen. Je kon er wel afmaken. Maar ja, we hadden gewoon tegen elkaar gezegd dat we gewoon geduld moeten hebben. En als die kans komt, dat we direct gefocust moeten zijn en afmaken. In de tweede helft gebeurt dat wel en dan beleef je een makkelijke en mooie voetbalmiddag met elkaar, hè? Natuurlijk, als het eenmaal goed gaat, ja, kan je makkelijker voetballen en zo. Ruimtes worden groter, dus ja, het is lekker uitvoetballen. Ja, en dan haak je weer een beetje aan bij de ploegen boven jullie. Is jouw gevoel na 3 overwinningen op rij ook echt goed? Of zeg je, nee, we moeten vooral niet denken dat we er nu alweer een beetje zijn? Ja, dat moeten ze niet denken, maar dat geeft toch wel meer vertrouwen. En ja, moeten we zo blijven vasthouden. En ja, dingen die beter moeten, moeten we het eruit kunnen halen. Van, ja, het beste van maken. Is er wezenlijk iets veranderd in die laatste week, waarin jullie 3 keer op rij winnen, ten opzichte van de periode daarvoor? Ja, ik denk toch wel dat we iets feller zijn geworden. Vooral verdedigend staan we goed. Ja, dat we vanuit daar goed kunnen voetballen en zo. Gewoon beter is dan in het begin. Nou sprak ik vrijdag met jou en daarvoor volgens mij, nee, na jou met Colin Kazim Richards. Hè? Heb je nou gehoord wat hij zei, toen jij in de hoekjes op mee te kijken met dat gesprek? Ja, ik had het gelezen op internet. Ja. Het raarste kapsel van de Eredivisie heeft Terrence Congolo, zei hij ongeveer. Zegt hij vaker, maar ja, boeit me niet wat hij zegt. Ik vind het best goed zitten. Dankjewel.